Vandaag was de kick-off voor onze tijd in de Verenigde Staten. De komende 3,5 week gaan we hier een heleboel evenementen organiseren. Businessafspraken, universiteiten langs, nou, van alles eigenlijk. En vandaag hebben we al een goed voorproefje gekregen over hoe die tijd gaat zijn. Vandaag hadden we al 2 businessafspraken in de stad. Eentje met de stad Seattle en de andere met Amazon, de online webshop die jullie waarschijnlijk allemaal wel kennen, ook in Nederland actief. Helaas mocht er bij Amazon niet gefilmd worden, om natuurlijk confidentiality en dat soort dingen. Maar het was wel echt een goede afspraak, kan ik jullie zeggen. En andere details die hou ik jullie schuldig. En daarna zijn we vanavond naar de inauguratie gegaan van een nieuwe on-air console van Seattle. Wat een leuke receptie was met veel Nederlanders, maar ook veel Amerikanen. En wat ons betreft was een erg goed voorproefje van wat we de komende 3,5 week gaan zien. Ook zijn vanochtend de laatste spullen opgehaald die vanuit Shanghai naar Seattle zijn verscheept. Daar horen onder andere de laadrekken bij. Dat is natuurlijk cruciaal voor onze tour door de Verenigde Staten. En ook die zijn vanochtend opgehaald. Dus alles zit nu in de trucks en klaar om te vertrekken morgen richting Portland.